Maar die... Nee, maar het zijn hits, dames en heren. Alles wat hier hangt, dat zijn de Mozart schreef hits. Beethoven, Haydn, al die lui. Strauss, DJ, Chesto, al die lui schreven... Ja, die is al klassiek geworden. Chesto, die gebruikt klassieke stukken. Misschien kent u het nummertje zo van... Kent u het stuk? 12. Ja, 12. Samuel Barber, het Adagio for Strings. Dus je neemt zo'n klassiek stuk en dan een beat eronder zo van... Is dit? Hali Bene. Dit is Louis D. Dat is een hele oude rapper. Louis D. Kent u hem? Van? Wie thuis bij de rijken en zich moet laten kijken en op de pier moet zitten om anderen te befitten. Wie een auto moet besturen, als zou hij moeten huren en onder het chaufferen luid zitten converseren. Zeg Jos, als ik naar Nice ga met mijn Spaanse visa, dan stuur ik jou een kaartje. Maak nog een boulevardje of wie het luxe bad zwemt en daarna naar de stad remt. Die weet wat knallen chic is, maar niet wat romantiek is. Of wie op scheve schoenen gespeend is van miljoenen kan desnoods met een krant en brengt mijn weekend door met jou in Scheveningen. Helaas. Ha! Als de cameraman lacht, dan is het nieuw, dames en heren. Dus, zie ik een ander programma te kijken. Nee, maar dit is, ik bedoel, met klassieke muziek heeft het niks te maken, niet? Alhoewel Mozart kan zich zo bewogen hebben, zo van... Yeah, come on, yeah. Yeah, 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 dig it, dig it. Wow, motherfucker, come on. Natuurlijk. Is ook jong geweest.